Henk Vlimt, Henk Prut, de voorzitter van de Luchtbode, 100 jaar. Concurrent van de voetbalclub, maar jullie bestaan wel 100 jaar en de voetbalclub moet nog 75 jaar worden. Het zit allemaal fantastisch in elkaar, hebben wij gezien. Wat hebben jullie toch allemaal georganiseerd? Nou, we hebben heel veel georganiseerd, maar ik wil eerst iets zeggen over de voetbalclub. De beste Reuzelse voetballers die hebben al te vroege duiven gehad. En ik hoop dat er in de toekomst weer veel goede duivenliefhebbers in het eerste van Reuzelse Sport komen. Maar wij bestaan 100 jaar. In de 11e van de 11e in 1911 zijn we opgericht. En in 2011, dus de 11e van de 11e, zotter kan het niet. Mijn carnavalsdatum bestaan we precies 100 jaar. En wij wilden eigenlijk toch onze duivensport promoten. En daarom heb ik gedacht, we houden een open dag voor een breed publiek. Iedereen was welkom. Gratis entree. En dat vonden we eigenlijk de hoofdmoot van het ons 100-jarig bestaan. Om nogmaals ons duivensport te promoten. En het bij een breed publiek bekend te maken. En zijn gestart met de scholencompetitie. We zijn alle Reuzelse scholen af geweest. En hebben van groep 7 en groep 8 hebben allemaal duiven laten adopteren. Alle liefhebbers van Reuzelse hebben een jonge duif geschonken. Die hebben ze in het duivenhokje gezet. En die jongens en meisjes van alle scholen konden groepsgewijs zelf een duif kiezen. En die konden ook een prachtige naam bedenken. En daar zijn we mee gestart. En daar zijn we mee gaan vliegen. Ze konden elke dag konden ze hier van 6 tot 7 of op afspraak konden ze komen om de duif te verzorgen en te voeren. En we hebben natuurlijk een competitieverband gehouden waarmee we prachtige prijzen hebben kunnen verdienen. Die dus gewonnen heeft, die was genaamd Henry. En dat zijn Cas, Mees en Wout. En die wil ik ervoor. We zullen doen eerst de prijs uitreiken of dat ik eerst een toespraak hou. Toespraak duurt ongeveer 45 minuten. Maar welk land is echt toonaangevend in de duivensport? Ik denk toonaangevend in de duivensport in West-Europa is er zeker België en Nederland. Ja, en dan heb je over heel de wereld met duiven gespeeld. In het Midden-Oosten, de Oostbloklanden, Spanje, Portugal, Italië, Amerika. Tot zelfs in Zuid-Afrika toe. China, Japan, Taiwan, overal is de duivensport bekend. Ook niet anders. Daar hebben we ons toch zorgen over gemaakt. Want als een vereniging 100 jaar kan bestaan, was het echt een hele tijd voor een vereniging. En nog steeds is de duivensport hier in Reuzel springlevend. Komt er nou de komende weken een klein duivenhokje in uw tuin? Nou, eigenlijk is mijn hele tuin al een duivenhok. Er staan prachtige grote eiken achter mijn tuin en er zitten wel 50, 60 houtduiven in. Ja. Dus ik heb geen hok meer nodig. En ik zie ze dus elke dag zie ik de duiven mooi in het rond vliegen en weer terugkomen. Dus ik hoef ze niet te gaan houden. En als ik dat toch echt de sport wil zien, dan moet ik dat met mensen doen die er verstand van hebben. Zoals mensen die 100 jaar, een 100-jarige vereniging bij mensen nu. Ja. En dat met heel veel plezier nog steeds doen. En waar ik ook echt trots op ben. Nee, ik laat dat mooi aan de mensen van de Luchtbode. Jongens, jullie zijn de grote winnaar van vele wedstrijden. Jullie vielen echt op door meerdere prijzen. Daar ben ik heel erg benieuwd. Hoe wisten jullie nou dat jullie aan deze duivencompetitie mee konden doen? Nou, er kwamen mensen op school bij ons. Ja, de voorzitter. En die vroegen of wij met de klas een, ja, met z'n drieën een duif wou adopteren. En daar moesten we een naam geven. En dan zouden we met een webcam en alles kunnen kijken hoe we, ja, hoe we die duif kunnen gaan verzorgen. Nou, heb je een duif en je hebt een naam. Welke naam hadden jullie? Henry. Henry. Hoe kom je nou erbij om een duif Henry te noemen? De juffrouw zei, doe maar even snel een naam. En toen kwam ik in één keer op een naam. Oké. Okay. Maar hij bleek wel goud waard te zijn. Ja. Hebben we het vooral over het financieel plaatje. Hè? Het is een sport, dus er valt geld mee te verdienen. Nou hoor je heel vaak dolfijnen, paarden, honden. Daar kun je allemaal therapeutisch mee bezig zijn. Is er zoiets ook op duivengebied? Ik denk het zeer zeker. Op duivengebied is het zeer zeker therapeutisch. Vooral het omgaan met duiven. Het werkt heel prachtig voor alle mensen. Het is een stuk ontspanning. Je gaat in een duivenhok. Je hoeft er geen groot duivenhok te hebben. Al heb je maar 3 of 4 koppeltjes. Dat zijn mannetjes en vrouwtjes. Die duivinnen, dat zijn de vrouwtjesduiven. En de doffers, de mannetjesduiven. Die leggen eitjes. Die broeden samen op het nest. Die komen dan uit die eitjes. Je ziet die jongen uitkomen. Die kun je hand-tand maken.
En dat is zeer rustgevend en ontspannend, vooral mensen met een drukke baan. Want duiven wordt vaak veralgemeniseerd. Dat viel me ook op met bezoeken van scholen. Heel veel kinderen die kennen het verschil niet meer tussen een postduif of een merel of een koolduif of een houtduif, hoe je het ook noemen wilt. Ze kennen het verschil niet meer. En dan merk je toch wel dat het omgang met dieren, je laat ze een filmpje zien, je laat ze duiven vasthouden, een jonkje zien. Dan zie je toch weer, ik denk, een stuk natuurlijke eigenschap van de mens. Wij willen weer omgaan met de natuur. Een duifje vasthouden, een jonkje vasthouden, dat vinden ze allemaal geweldig. Kijkers, het jongste lid van de luchtbode. En jij heet? Jordi Kaathoven. En hoe oud ben je? 13 jaar. 13. En je bent pas lid? Ja. En waarom ben je nou lid geworden van een duivensportvereniging? Want iedereen wil toch een beroemde voetballer worden? Ons opa is mee begonnen en familievoortzetting. Nou, vertel eens tegen mij, nou word je 's morgens wakker en wat ga je dan als eerste doen? Na duiven. Dan kijken wat ze nog genoeg eten en drinken hebben. Kijken wat ze nog voldoende uithoudingsvermogen hebben. En dan laat ik ze 's morgens los. Er verdwaalt er geen eentje? Raak je er nooit eentje kwijt? Nee, nog niet gebeurd. En hoe komt dat eigenlijk, denk je? Navigatie in hun hoofd. We hebben net het jongste lid geïnterviewd. 13 jaar. U bent meneer Lavrijsen, bijnaam Sjol, Kees Sjol. Hoe oud bent u? 84. U houdt nog actief duiven? Ja, al 66 jaar. Ik lees wel eens artikelen over de duiven en dan kom ik het woord weduwenschap wel eens tegen. Kun jij uitleggen wat er is precies? Ja, dan gaan de doffers en de duivinnen scheiden. Heel de week zitten de duivinnen apart. En voor het inmanden laten de duivinnen bij en dan manden de doffers in. En als ze thuis komen, zitten de duivinnen weer klaar. En dan mogen ze een paar uur bij blijven en dan gaan ze weer af. Dat is heel het wetenschap. Dat is eigenlijk een soort doping. Ja. Ad, groot verschil tussen vroeger en nu wat betreft klokken. Hoe ging dat in het allereerste begin? In het allereerste begin was het dus dat de mensen geen centen hadden om klokken te kopen. En toen hadden ze een centraal hok die een klok had of het centrale lokaal waar dus de vereniging thuis was. En dat was meestal in een café. En dan die mensen die dus de duiven thuis kregen, moesten met het gummiringetje om dat ze dus kregen bij het inkorven, als ze dan thuis waren, zo snel mogelijk naar het lokaal lopen of naar die centrale klok om te constateren, om te weten wie dan het eerste was. En daaraan zat dus verbonden, de een kwam met de fiets, die kreeg fietsrechten, zoveel minuten per zoveel afstand. Nu gaan we de nieuwe methode bekijken. Een duif die krijgt een chipring om, zo gauw als ze wedstrijden gaan vliegen. Dan komen ze ook met die duif naar het lokaal. Die wordt op de inkorfschaal wordt die geklokt. Dan komt hier op deze klok de kloktijd op te staan wanneer die ingekorfd is. Die gaat naar de printer toe. Dan wordt die uitgeprint. En na vanant de liefhebber ingekorfd heeft, komen die op de print staat, komen die duiven op te staan. Dan komt die duif, die komt zondags thuis. Dan moet hij binnenkomen over die antenne, die invliegantenne, die loopt daar overheen. Dan wordt die ook geklokt en dan is de duif geconstateerd. Wederom wordt deze klok aan de printer gezet om de uitprint te maken voor de uitslag te maken. Als alle klokken binnen zijn, dan is de uitslag binnen 5 minuten klaar. Ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat we bij het volgende jubileum, dat we er alle twee nog bij aanwezig kunnen zijn. Nou, dat vond ik heel leuk dat jullie gekomen zijn om toch ook weer de sport te promoten. En natuurlijk is de Camper TV altijd van harte welkom. En een zeer goed bekeken programma, vind ik. Dankjewel.